Na de reclame in Hart van Nederland. In Dierenbeulen blijken potentiële lustmoordenaars te schuilen. Een verontrustende gedachte nu ons land steeds vaker wordt opgeschrikt door brute dierenmishandeling. En het wordt nu al het mysterie van Midwolda genoemd. In het Groningse dorp zijn plotseling 10 roze schapen opgedoken. Hoe dat precies zit, ziet u zo meteen. Hebben één ding gemeen. Om er mooi en gezond uit te zien, hebben ze beide de juiste verzorging nodig. En verzorging is Nivea. De waardevolle vitamine F van Nivea Huidverzorging geeft normaal haar nu zichtbaar meer glans. Nieuwe Nivea Haircare Glansshampoo. Zo voelt verzorging. Leukste kaartje, sms'je of mms'je. T-Mobile. De $10 DVD-dagen. Tot en met 15 november krijg je het gratis DVD-cadeau. Bij minimale besteding van €25. De $10 DVD-dagen. En het gratis DVD-cadeau. Alleen in Platenzaak en Maarhuis. Het leukste kaartje, sms'je of mms'je. Maar bellen kan natuurlijk ook. Met de Samsung E700. Nu vanaf €0 bij een 2-jarig T-Mobile abonnement. Leuk om te geven. Leuk om te krijgen. Oké. Ja, 6-0 voor ons. Opgeruimd staat netjes. Netjes? Weet je wat pas netjes is? Kijk. Nu moet je opletten. Swiffer Spray and Clean. En maar eens op, dat heb je niet meer nodig. Alsof hij die ooit heeft aangeraakt. Het schoonmaakmiddel hierin, het doekje hier... Je drukt en spreekt. Ai, 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 wat een briljante actie. En het doekje neemt al het vocht en vuil op. Dus hij maakt voortaan schoon. Dit kan alleen met Swiffer. Thanks for coming out. Oh, Jamie, why don't you tell us what's new in IT? Try to keep it short. Oh, well, we just implemented DFS and a new SAN. It enables users to get back lost documents on their own without calling IT. And it'll save us hundreds of thousands of dollars, which... It'll do what? Met Windows Server 2003 doet u meer met minder. Acht duels vandaag in de Gouden Gidsdivisie en geen enkele wedstrijd eindigt in 0-0. U kunt onder meer gaan kijken naar koploper Helmond Sport tegen VVV Venlo. Dat is een botsing tussen twee bijna buren. Tot later na Hart van Nederland en Shownieuws. Compliments to you from all the people we meet. I'm so proud of being loved by you. U zit in de WAO en u wilt weer aan het werk. Bel dan 0900 9295. De reïntegratietelefoon van UWV. I wish I could swim. We can be heroes.
Nou, moet je je voorstellen, ik op dieet. Werd er behoorlijk chagrijnig van. Nou, ik sloeg maaltijden over en ik was back and back af. Ja, dat zag er niet zo best uit. Want om de dag een beetje goed door te komen, ja, moet je wel een beetje goed eten. Met Slimfast kan ik elke 3 uur de voedingsstoffen eten die ik nodig heb. Dan verlies ik geen energie meer, maar wel gewicht. Begrijp jij het? Slimfast. Stop met diëten. Start met afvallen. Nu gratis Drago Magnets. Rol, klik en score. Bij aankoop van één van deze actieproducten. Ga snel naar de winkel, want op is op. All You Need Is Love is terug op 6. Maar je weet wel dat ik van je hou. Robert brengt geliefden bij elkaar. Jullie kunnen trouwen. En droomwensen gaan in vervulling. Je gaat er echt van genieten. Het wordt fantastisch. Robert en Rick met All You Need Is Love. Morgen om 9 uur. SBS6. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag een lugubere mijlpaal in Limburg. Met 20 moorden binnen een jaar. Onderhand de meest criminele provincie van ons land. Eindeloze reeks dierenmishandelingen. Levensgevaarlijke ontwikkeling. In de daders zouden potentiële lustmoordenaars schuilen. En we schuiven aan bij koningin Beatrix en haar voorouders trouwens. In Paleis het Loo is te zien hoe de Oranjes de afgelopen 2 eeuwen hebben getafeld. Dit is Hart van Nederland met Milika Peterson en Marleen Saupala. Goedenavond. Een enorme verkeerschaos op de A1 bij Apeldoorn. Midden in de ochtendspits is daar een vrachtauto gekanteld. Het voertuig kwam dwars op de weg te liggen. De lading, grote zware rollen tapijt, lag verspreid over het wegdek en de middenberm. Hierdoor ontstonden in beide richtingen kilometerslange files. De chauffeur van de vrachtwagen verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij ramde de vangrail van de middenberm en kantelde dwars op de weg. De tapijtrollen vlogen in het rond. Als bij een wonder konden de andere auto's op de drukke snelweg net op tijd uitwijken. De chauffeur is gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Het ongeluk gebeurde om 9 uur. Nog geen uur later stond er al een file van 14 kilometer in de richting van Apeldoorn. Pas om 4 uur vanmiddag was alles weer opgeruimd. Opnieuw een moord in Limburg. Voor de 20ste keer dit jaar is het zuiden van ons land opgeschrikt door een misdrijf met fatale afloop. In Weert werd vanmorgen een 38-jarige vrouw dood aangetroffen. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Rond 9 uur trof de politie het stoffelijk overschot van de vrouw aan in een huis aan de Doolhofstraat. Al snel werd de eigenaar van het huis, een 39-jarige man, aangehouden. Buurtbewoners konden het nieuws bijna niet geloven. De verdachte is een bekende in de normaal zo rustige straat. Die dorst de vlieg nog niet door te maken. Dus. Volgens mij hebben ze toch de verkeerde meegenomen. Het is de 20ste keer dit jaar dat Limburg wordt opgeschrikt door een moord. Vorige week nog arresteerde de politie een man in Roermond die zijn eigen vrouw zou hebben gedood. Wat het motief voor de moord van vanochtend is, weet de politie nog niet. Volgens buurtbewoners kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar goed en woonden ze zelfs enige tijd samen. Ook zou de vrouw verslaafd zijn aan drugs en meerdere keren gedreigd hebben zelfmoord te plegen. Gezellig tafelen met de koningin. Dat is maar voor een handjevol gewone stervelingen weggelegd. Om toch een idee te krijgen hoe een dinertje aan het hof eraan toe gaat, kunt u terecht bij de tentoonstelling Aan tafel bij 7 koninginnen. In Paleis het Loo zijn verschillende tafels gedekt, precies zoals het er door de eeuwen heen heeft uitgezien. En niemand minder dan onze vorstin zelf kwam vandaag checken of het zilverwaar goed gepoetst was. Strenge koninginnen uit het verleden staren je aan. Zie dan maar eens het goede bestekje te pakken. En uit welk glas moet je drinken? Gasten van de Oranjes hebben het maar zwaar gehad. Een van de bekendste verhalen daarvan is dat Paul Kruger bij haar dineerde en toen per ongeluk uit het vingerkommetje dronk. En dat zij toen vervolgens ook uit de vingerkommen gaan dronken is, alsof dat dus iets heel gewoons was. Dit is de tafel van een andere Wilhelmina, de vrouw van Willem I. Als je bij haar kwam eten, werd niets aan het toeval overgelaten. Uit de instructies aan de hofmeester van koning Willem I... blijkt dat in die tijd nog wat je noemt à la française werd geserveerd. En dat houdt in dat de gerechten in een groot aantal schalen op tafel stonden.
Moest er dan ook aardappeltjes worden doorgegeven? Nee, dat hoefde dus niet. Als de hofmeester goed de rangschikking van die schalen had gemaakt, dan zorgde hij dat er in de buurt van iedereen een schaal met aardappelen en een schaal met het groentes en met de verschillende vleesgerechten, dat die binnen bereik waren. En dan eindelijk het moment waar de medewerkers van het museum al de hele dag met spanning naar hebben uitgekeken. De koningin lijkt tevreden met het resultaat. Als u ooit gevraagd wordt voor de dis bij onze vorstin, is het belangrijk om het volgende goed te onthouden. Als de koningin klaar is met eten, dan moet iedereen verder dus ook ophouden met eten. Mag er niet meer gegeten worden. Tja, gelukkig zit er bij het Loo om de hoek ook nog een snackbar. Het wordt nu al het mysterie van Midwolda genoemd. In het Groningse dorp zijn 10 roze schapen in een wei gesignaleerd. Voorbijgangers weten niet wat ze zien. Niemand lijkt te weten hoe de schapen plotseling veranderd zijn in die roze bolletjes wol. De wildste verhalen doen de ronde. Het is geen gezicht. Het fluoriserende roze is niet echt een aanwinst voor het verder zo harmonieuze Oost-Groningse landschap. Het weitje is van hobbyboer Jan Mellens. Omdat het gras maar bleef groeien, heeft hij 10 schapen gekocht. En hij is duidelijk nog geen volleerd schapenhouder. Ik heb de schapen die heb ik gevild. Dat is tegen de worm, zeg maar. Dat moet eigenlijk 3 keer, 4 keer in een jaar. En ieder schaap die ik toen gevild heb, heb ik ook even gemerkt met een roze spuitbusje met verf. Toen had ik ze gemerkt, ik had ze hier naar het land ingebracht. In een half uur na die tijd komt een bui regen in. Toen is de roze verf, was niet watervast niet en is het een beetje uitgelopen eigenlijk. En zodoende heb ik nou roze schapen. Ja, was eigenlijk niet de bedoeling, maar het is zo gebeurd. Gelukkig, het mysterie is opgelost. Het bleef allemaal zo lang onduidelijk doordat Jan in het kilometers verderop gelegen Heilige Lee woont. Voor hem was het ook een complete verrassing. In eerste instantie kreeg ik eigenlijk wel een beetje een schrik, want ik denk, wat loopt er nou dan? Je schaamt je eigenlijk ook nog iets. Ja, het is niet anders. Het is nou eigenlijk wel wat uniek. En ja, ze lopen en ze trekken veel bekijks. Maar ze zijn verder goed gezond en ze komen niks tekort. Gelukkig is de kleurstof niet schadelijk. Maar volgende keer gaat hij toch maar speciale verf kopen. Ja, ja, watervaste verf, ja. Ja, ja, zeker. Ja, dit gebeurt niet weer. Zometeen een predikant die 15 uur gaat preken om geld in te zamelen voor kankerpatiëntjes. Ja, dat is nog eens een mis, moet je dan zeggen. En straks in shownieuws. Nu werkt ze nog in een parfumeriezaak, maar als ze wordt gekozen tot de nieuwe Miss World, is dat binnenkort afgelopen. En Frans Bauer trakteert zijn fans op ouderwetse gezelligheid. Ja, maar nu eerst sadisten die dieren ernstig mishandelen of zelfs doden. Op den duur kunnen ze ook een gevaar opleveren voor mensen. Een verontrustende gedachte, nu ons land steeds vaker wordt opgeschrikt door brute mishandeling van dieren. Psycholoog Ernst Ameling denkt dan ook dat strengere straffen alleen niet helpen. De daders moeten ook onder dwang worden behandeld. Dat zo iemand dat doet. Zo'n paardje die niks kan doen. Die gewoon machteloos is eigenlijk. Die niemand kwaad doet. Dat iemand dat zo doet, is onbegrijpelijk. Deze week nog zagen we het laatste schokkende voorbeeld. Jessica Sanneman is vol verdriet en onbegrip nadat een onbekende dierenbul haar pony Donja heeft toegetakeld. Zo erg dat de dierenarts besluit de merrie uit haar lijden te verlossen. Het sadisme van een dierenbul is net zoals dat van veel andere gestoorde criminelen terug te voeren op hun jeugd. Hij is opgegroeid in een milieu waarin hij gekleineerd en onmachtig is gemaakt. Hij is krenkbaar. En hij is voorafgaande aan het mishandelen van dieren waarschijnlijk ook gekrenkt. En het heeft zoveel woede opgewekt en geproduceerd dat hij zich dan uitleeft op een andere onmachtige. En dan wordt hij zelf de machtige. De afgelopen maanden zijn er opvallend veel dierenbeulen actief in ons land. Van Brabant tot Groningen komen meldingen binnen van ernstige mishandelingen. Vooral paarden moeten het ontgelden. Vaak verminken de daders ook de geslachtsdelen van de dieren. Niet zonder reden. Dan komt er een lustaspect bij. Dan worden het dus sadistische mensen. En worden ze zo nodig nog gevaarlijker. Want dan beleven ze plezier, lust aan het mishandelen, vernederen van een willoze of van een machteloze.
En dan wordt het ronduit zeer gevaarlijk. Dus niet alleen voor dieren, dat is het nu al, maar ook eventueel voor mensen. Daarom pleit Ameling om naast het streng straffen van de dader hem ook onder dwangverpleging te stellen. Vooral dus omdat ze niet alleen een risico voor dieren zijn. In de Tweede Kamer gaan inmiddels ook stemmen op om het mogelijk te maken dat de daders van ernstige dierenmishandeling TBS kunnen krijgen. Kinderen moeten lekker buiten spelen. Dat was het uitgangspunt toen de Rotterdammer Ton Huiskens 10 jaar geleden het project Duimdrop bedacht. Hij zette een grote container met speelgoed op een plein, zodat alle kids naar hartelust konden spelen. Al na een paar maanden bleek dat niet alleen de kinderen, maar ook de buurt helemaal opfleurde. Voor Duimdrop, dat zich inmiddels als een olievlek over Nederland heeft verspreid, kreeg Ton gisteren de Jantje Betonprijs uitgereikt. Het is bijna altijd druk op het burgemeester Hofmanplein, een van de 27 duimdroplocaties in de stad. Voordat er gespeeld kan worden, moet er wel eens wat klusjes gedaan worden waarmee duimen, het eigen betaalmiddel, verdiend worden. Er is nu 15, maar ik moet er nog 25 hebben. En hoe heb je die verdiend? Met stoffen. Snel verdiend, hè? Ja. Ik heb wel eens fietsen geleend en Barbies geleend en ook nog Skelters geleend. 7 jaar geleden speelde bijna niemand op dit plein. Met Duimdrop zag Ton de mogelijkheid om de wat minder aangename pleinen terug te geven aan de kinderen. Dit is de toekomst van Nederland hier. Je moet dadelijk de billen van de bejaarden gaan wassen. En bij voorkeur met een vriendelijk gezicht. Dat kan je alleen maar doen als je leuk gespeeld hebt in je jeugd. Mag ik jullie lenen? Ja, welke maat moet je? 34. Wat ga je vanmiddag doen? Rolschaatsen. In de zomers kan je heel veel doen en zo. Dan doen ze activiteiten en alles. Ton Huiskens kreeg de Jantje Betonprijs voor de inspanningen die hij heeft verricht voor kinderen in achterstandssituaties. Er wordt een zeecontainer midden op een plein neergezet, wordt speelgoed uitgeleend. En wat er gebeurt dan met de buurt is dat er kinderen op het plein komen spelen, criminaliteit neemt af, ouders die komen weer op het plein en de buurt wordt dus heel veel meer sociaal. En dat is eigenlijk dat is waar het om gaat. En zijn de duimen na een middagje spelen op, dan maak je gewoon een mooie tekening. Want bijna alle initiatieven worden hier gewaardeerd. Hoeveel duimen heb je daar nou mee verdiend? 25 duimen. En wat ga je ermee doen? Gewoon iets lelen. En weet je al wat? Skelteren. Klaverjassen, televisie kijken en af en toe een familiebezoekje. Het leven in een verpleeghuis is niet altijd even opwindend. Maar de bewoners van de Groene Laan in Amstelveen hebben niets te klagen. In hun verpleeghuis kan vanaf maandag gedart worden. En om dat te vieren kregen de bewoners vanavond dartles van niemand minder dan Francis Hoenselaar en Koos Tompé. De meeste bewoners vermaakten zich opperbest. Darten is tenslotte weer eens wat anders. We hebben wel wat ontspanning nodig. Hij kaart en ik koersbal, daar heb ik 13 erbij. En dan krijgen we nog een keer computerles. Dus dan heb ik nog een keer wat te doen. Ik vind het een leuk spelletje. En ik vind het leuk als je het regelmatig kan doen. Dan kom je een beetje op pijlen. Ik vind het heel gezellig zo. Dat ze dat allemaal voor de mensen over hebben. Ja. Maar ja, ik kan helaas zelf niet meer meedoen. Want dus mijn armen willen niet meer. Stompé en Hoenselaar keken hun ogen uit. De meeste bewoners zijn namelijk zo slecht nog niet. Er is best nog wel een paar oude cracks tussen zitten natuurlijk. Hè? Die misschien vroeger hebben gespeeld. Je weet het nooit. Ik zag een dame, dat deed. Ja, ze is nu ook weer aan het gooien. Oh, die gooit ze nu achterstevoren als Mervin. Zag er wel leuk uit. Die gooit iets van, was ook weer rond de 90 punten met 6 pijlen. Nou, is niet beroerd natuurlijk. Maar ja, rondvliegende pijlen in een verpleeghuis, is dat nou wel zo verstandig? Er moet natuurlijk allerlei toezicht zijn, hè? Dat we niet wat in de wilde weg gaan gooien. Nou, dat kan wel eens gevaarlijk worden. Ja. Het is altijd natuurlijk gevaarlijk met ons, maar ja. Voor zover bekend zijn er vanavond in ieder geval geen gewonden gevallen. Hij praat zijn parochianen de oren van het hoofd voor een hoger doel. Sietse van der Veen uit het Groningse Mussel. De predikant leidt vandaag 15 uur lang diensten voor het goede doel. Met het geld dat wordt opgehaald tijdens de collecte wil hij ponykampen gaan organiseren voor kankerpatiëntjes. Om 3 uur vanmiddag had Sietse al 6 uur gepreek, gezang en gebid achter de rug.
Zelfs een predikant gaat dat niet in de koude kleren zitten. Een beetje geestelijk moe. Want je moet je constant weer helemaal geven natuurlijk. En ja, je concentreren ook. Maar van de andere kant, ja, we gaan het halen. Dat staat vast. Die betaalde aan het kruis voor een plaats in het vaderhuis. Wat een dag, oh wat een dag, zou dat zijn. Van heinde en verre komen belangstellenden naar de Nederlands hervormde kerk in Farmsum, waar de marathondienst plaatsvindt. Ze zijn onder de indruk. Wij hoorden dit vanmorgen om 9:30 op de radio en we zijn op de fiets van Nieuwe Pekela hier naartoe gekomen om dit te zien. Ja, dus dat is een heel eind hoor, in die kou. Ik vind het leuk dat die dominee dat doet en dat hij dat voor een goed doel doet, al weet ik niet meer wat voor goede doel het was. Een ponykamp voor kankerpatiëntjes, daar zijn we mee bezig. En volgend voorjaar hopen we dat van start te kunnen laten gaan. Maar Van der Veen heeft de actie in de eerste plaats georganiseerd om het woord van God te verkondigen. Bent u dan niet bang dat je met een preek van 15 uur de mensen juist de kerk uitjaagt? Nee, want elke dienst staat weer op zich. En ik verwacht ook niet dat mensen 15 uur lang hier in de kerk blijven zitten. Maar gewoon dat ze een uur komen en weer weggaan. En zo hou je het ook fris natuurlijk. Wie nog een paar stichtelijke woorden wil meepikken moet opschieten. Want de marathondienst duurt nog tot 12 uur vanavond. Vanavond kom ik vanuit een koud Amsterdam met een koude wind. En of dat ook zo blijft, dat vertel ik zo meteen. Direct na Hart van Nederland ben ik bij u terug. Tot zover de uitzending voor vandaag. Na Piet's weerbericht zijn wij er weer met shownieuws. Ja, en daarin onder meer een koninklijk seksschandaal. Tot zo. Seks. Weer wordt mede mogelijk gemaakt door honing. Kom er even bij. Jij ook. Want daar is nog iemand bezig. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Ik sta hier in Amsterdam en het is koud, vind ik het. Of klopt dat niet? Ja. Ja. En jullie zijn aan het skateboarden. Geen last van de koude wind? Nee, 3 truien aan. 3 truien aan. En waar zijn we hier? Op Java-eiland. Java-eiland. Nou, jullie gaan zo meteen lekker skateboarden. En ik ga het weer voor de komende dagen met u doornemen. Ik begin natuurlijk met het weer voor vannacht. Ja, het wordt een koude nacht met temperaturen rond de 3 of 4 graden. En dat is dan wel niet echt koud, maar door de wind voelt het veel kouder aan. En we krijgen geleidelijk aan meer en meer bewolking. Misschien later wel een druppeltje regen. En de wind uit het oosten komend, matig tot krachtig. Ja, morgen, de volle zaterdag. Brengt toch wel veel bewolking met in het noordoosten misschien wel een druppeltje regen. Maar ik heb ook nog wat positiefs. De zon komt ook nog en de temperaturen, ja, is minder positief. Tussen de 7 en de 9 graden. En de wind uit het koude oosten nog steeds krachtig langs de kust. Wij gaan naar zondag. Het spant er nog wel een beetje om, maar ik hou het voorlopig op een droge dag. En de zon is er, de temperaturen tussen de 7 en de 9 graden. Maar daar zijn we er nog niet mee, want de wind die is nog sterk. Komt uit het zuidoosten, is matig tot krachtig en voelt nog steeds koud aan. Of dat ook zo blijft, de vooruitzichten. Wel, op maandag is het niet geheel droog, een beetje regen en een temperatuur rond de 10 graden. Dinsdag en woensdag heb ik 9 graden staan. Af en toe wat zon, maar op woensdag is er ook nog kans op wat regen. Hier is het koud nog steeds. Wie ben jij? Roman. En jij? Noor. En jij? Dirk. Nou, het is koud in Amsterdam. Wij zoeken de warmte op. Jullie gaan nog maar even skateboarden vanaf het Java-eiland. Ontmoen. Tot morgen. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door honing. Morgen om 8 uur bij SBS6. Wij vorderen uw rijbewijs in, gezien uw rijgedrag. Wegmisbruikers. U zit 180 op de teller. De mensen die onze wegen onveilig maken, worden direct aangepakt en krijgen te zien hoe gevaarlijk ze hebben gereden. Bij deze wordt ook je rijbewijs ingevorderd. Wegmisbruikers. Morgen om 8 uur op 6. Zondag in het leed dat ijdelheid heet. De zonnebank bakt ze soms wel heel erg bruin. A tan is already damaging your skin. En wie mooi wil zijn moet pijn lijden, maar sommigen lijden wel heel erg veel pijn. The size of the back of my ear now is about twice the size. En pijnloos piercen is een illusie. The worst mistake I've ever made in my whole life. 9 uur, de SBS6.
Dit is Shownieuws. Met vandaag. Engeland smult van de zoveelste koninklijke rel. Prins Charles zou betrokken zijn bij een seksschandaal. De mooiste vrouw van Nederland is onderweg naar China voor de Miss World-verkiezing. En Frans Bauer weet van geen ophouden. Nu zet hij Deventer weer op zijn kop. Shownieuws met Marleen Saupala en Milika Peterson. Welkom. Opschudding in Groot-Brittannië. Prins Charles is ernstig in opspraak. Volgens de Britse pers is er nieuw bewijs dat de prins het bed heeft gedeeld met de lakai. Dat lijkt heel erg om te lachen. Maar waarschijnlijk is het ook nog waar. Maar wat er precies aan de hand is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay. Maar de prins heeft bij voorbaat alles al ontkend. De Britse kroonprins zou zich een aantal jaren geleden niet helemaal netjes hebben gedragen. Volgens een voormalig medewerker van Buckingham Palace zou Charles spannende seksuele avontuurtjes hebben beleefd. De koninklijke familie ontkent alles. We've got nothing to fear from this allegation, as I've said. It is risible. It is totally untrue. Although, having said that, even allegations which are untrue can cause distress, great distress. De voormalige persoonlijke assistent van Charles zou betrokken zijn geweest bij het incident. De lakei wist door middel van een kort geding te voorkomen dat de Mail on Sunday het verhaal naar buiten bracht. De krant overweegt nu komend weekend alsnog tot publicatie over te gaan. Het Koninklijk Huis in Engeland kan een nieuw schandaal absoluut niet gebruiken. Ze proberen juist hun arrogante, stijve en gesloten imago een beetje op te vijzelen en nu deze aantijgingen. Wat gebeurt er allemaal achter de koninklijke ramen? Het publiek weet nog niet precies wat het is, maar Charles heeft het dus wel alvast tegengesproken. En of je nu voor of tegen het Koninklijk Huis bent, in Londen is het gesprek van de dag. Rape allegations, isn't there? Rape allegations about something or someone or whatever. Somebody in the palace, isn't it? Somebody in the palace, but no idea. No. Top name, that's all we know, isn't it? Yeah. So we don't know anything else. So are you interested in? Yeah. Yes and no, like... We like a bit of goss. Yeah. But the English do tend to take this all a bit too seriously. Like, it's none of really anyone else's business, I think. But would you like gossip, like most British people? Yeah. Everything in the royal family is a bit over-dramatised, though, so we never know if it's a truth or not. If he didn't do anything, no, not a strange reaction at all. Why doesn't he wait till it's published? Because I don't think it's ever going to get published. Why do you think so? Because whatever it is, it's going to be held back. And I don't mean covered up, I mean it's going to be held back. And nobody is going to be given access to it. Iedereen wacht nu in spanning af wat de kranten zondag zullen publiceren. Dat Frans Bauer populairder is dan ooit, hoeven we u niet meer te vertellen. Frans zelf kan er intussen ook maar niet genoeg van krijgen. Hij blijft maar doorgaan. Nog maar net bekomen van zijn megaconcert in Ahoy... heeft hij vandaag voor een tv-special Deventer op zijn kop gezet. Als Frans Bauer de stad inloopt, wordt het een grote zwaankleefaan. Iedereen die de sympathieke zanger ziet, loopt gelijk mee. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Door de nauwe straatjes van de Deventerse binnenstad trekt de optocht de nodige aandacht. Frans maakt er een dolle boel van. Was je zo je fiets kwijt, hè? Ja, maar dat stout het, hè. Maar wel leuk. Ik wens hem heel veel succes. Op de markt aangekomen is het al één groot feest. En natuurlijk heeft Frans alle tijd voor zijn fans die met hem op de foto willen. Wat een gezelligheid, hè? Fantastisch. Ja, en we nemen hem zo mee naar de boot en dan gaan we nog een paar uurtjes verder. Ja. Wordt het feest op de boot? Dat wordt feest op de boot. Is het de hoogtepunt van de reis? Voor mij wel, ja. U heeft de hele familie nu opgeroepen om ook maar naar de markt te komen? Mijn vrouw was aan de telefoon. Is jij ook Frans Bauer fan? Ja, een klein beetje. Een klein beetje? Ja, hij heeft wel een mooie stem. Toch is niet iedereen een Bauer fan. Ik hou helemaal niet van Nederlandstalig. Daar word ik alleen maar irritant van. Maar hij is toch een aardige gozer, die Frans? Ja, oké. Ik vind de Bauer ook een leuk programma, maar wordt het Nederlandstalig? Nee, trekt me helemaal niet. De rest van Deventer is het daar niet mee eens en geniet volop van het bezoek van Frans.
Toet Bekend Nederland trok vanavond naar Kaatsheuvel voor de première van Doornroosje, de musical. Het wel en wee van het slapende prinsesje wordt de hele winter bezongen in het Efteling Theater. Er gebeurde daar toch alle dagen zo ontzettend veel. Een van de hoofdrollen wordt vertolkt door Ron Boshart. Hij is de verteller in het gezongen sprookje. Maar ook zijn dochter Naomi is van de partij. Zij speelt een jonge doornroosje. Ik moet lichtelijk aan de val die sperren, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus voor mij is het ook een première. Maar wel een eentje die dan extra druk geeft. Want ik weet niet of jij kind hebt, maar het is heel bijzonder als je dochter op toneel staat. En ik denk op het moment dat zij straks speelt, dat ik dan lichtelijk doodga. Maar goed, ik heb het er maar voor over. Uiteraard mocht Rons broertje Carlo op deze première niet ontbreken. Mijn nichtje doet ook mee. En daar zijn wij. De hele familie is er doodnerveus voor. Want het is pas 9. En nu al op het podium. Ik 7 kleuren. Als je begrijpt wat ik bedoel. De Efteling is nou eenmaal populair bij de kleintjes. Vandaar dat er vanavond aardig wat bekendheden te vinden waren. Uiteraard met hun kinderen. Ik voel me echt bevoorrecht dat ik hier naartoe mag op een première. Waar alles zo ontzettend goed is geregeld. En ik kan gewoon mijn eigen zoon meenemen. En 2 vriendinnetjes. En die kijken hun ogen uit. Want die zien opeens Carlo Boshart. En die kijken naar Kes en Carlo. En die zeggen, oh, die krijgen helemaal rode koontjes. Zo van, oh, ik heb hem gezien. Over prinsen gesproken, Peter Lussen. Ze mag er ook eentje spelen in de musical. Wel jammer voor hem dat hij een van de prinsen is waar Doornroosje niet voor valt. Ik doe helemaal niks. Zometeen onze eigen Miss Nederland, die misschien wel de mooiste vrouw van de wereld wordt. En een uitgebreid interview met Phil Collins. Tot zo. Oh. Ja, hij kan vallen. What? Die mega jackpot van maar liefst 8 miljoen euro. Koop dus nu staatsloten, want u heeft echt meer kans, meer geld in de staatsloterij. Eda is en blijft veel goedkoper, want we hebben de prijzen van 1500 artikelen verlaagd. En u kunt ook nog eens sparen voor een gratis boodschappenpakket ter waarde van ruim 27,50. Dan is het nog Eda. U heeft nog maar 4 dagen om staatsloten te kopen. Wees er dus snel bij. Hier zei hij geen woord. Hier was hij nog steeds helemaal stil. Maar hier hoorde ik opeens dat hij het in zijn broek had gedaan. De nieuwe gigaset van Siemens Mobile. Ook handig als babyfoon. Brother Bear. De soundtrack van de nieuwe Disney-film. Met 6 nieuwe songs van Phil Collins. Brother Bear. Inclusief de hitsingle Look Through My Eyes van Phil Collins. Brother Bear is nu overal verkrijgbaar. Gigaset C200 van Siemens Mobile. Met extra handset, nu €299. De hele maand november in reportage, gruwelijke verhalen. Met zondag een duivelse moord. De 19-jarige Ricky Casso vermoordt een van zijn beste vrienden. I knew exactly what was going on and I didn't stop it. Dit aanstaande zondag in reportage om 11:15. We all love money. It's perfect. It's American. Real American pizza. It's from Deutschland. It's Wagner. We love Wagner. Originele Wagner pizza, American style. Luchtig en krokant. What's Deutschland? Well, that's that little country next to the Netherlands. Nieuw van Sultana. Fruit Active. Sultana verandert je leven. Nou ja, even. Sultana Fruit Active. Even extra energie.
Probeer ook eens de Piccolini's van Wagner. De lekkere, knapperige pizzasnacks uit de Steenhoven. In diverse, heerlijke smaken. Eenmaal Wagner, altijd Wagner. Is jouw Sultana 15.000 euro waard? SMS de code van de actieverpakking en wie weet verandert Sultana ook jouw leven. Nou ja, even.